Oké, hoe we vandaag gaan opwarmen zijn 5 leg raises, 5 lunges en daarna hebben we ook 5 shoulder circles links en rechts. De shoulder circle gaat zijn dat we de dumbbell boven ons hoofd houden en we gaan een klein cirkel mee maken. Dat zorgt ervoor dat je ook eigenlijk die rotatoren diep in je schouder even goed volpompt en goed opwarmt. Je kan gerust altijd een paar cirkels extra doen. En waar we mee beginnen zijn leg raises. Dus je gaat op je rug liggen. Vanuit hier gaan we teen spitsen, knieën. En we gaan tot 90 graden en dan helemaal naar beneden en weer omhoog. We blijven steeds net even boven de grond zweven nu. Gewoon om die spanning er even goed op te kunnen houden. En dat doen we dus 5 keer. Vervolgens gaan we naar de lunge. En dan gaan we dus een uitvalspas maken naar voren toe. En zo maken we hem dus steeds. Blijf goed op letten, borst goed recht omhoog. Probeer vooral te weten waar je wilt plaatsen in plaats van dat je echt de hele tijd moet gaan kijken. Want dat een beetje de hoofdzakelijke reden is dat je je borst naar beneden kan doen. En nogmaals om even de shoulder circles te laten zien. Je brengt hem recht boven je hoofd in een overhead positie. En van daaruit gaan we eigenlijk een kleine cirkel draaien om je schouder zelf heen boven ons hoofd. Nu, heb je eventueel een te zware dumbbell of kettlebell, dan kun je hem ook met 2 handen vastpakken. En dan proberen we een iets grotere cirkel te maken. Probeer een iets grotere cirkel te maken en zo doen we dat ook weer 5 links en rechtsom. Dus probeer ook gewoon te wisselen dan per ronde. Dus doe je gewoon de ene ronde doe je linksom, de andere ronde doe je rechtsom. En zo worden de schouders ook steeds warmer. Oké, voor de mobility vandaag hebben we weer een release. We gaan met het diafragma aan de slag. Dat is in principe je grote ademhalingsspier die hier onder je ribben zit. Dus als je hier even volgt, dan heb je hier die ribrand. En we gaan dus met een balletje. Of je kan even iets van een appel pakken of, iets, of een tennisbal, dat werkt ook allemaal prima. Daar gaan we dus wat mee in en onder zitten. Chantal zal het even kort laten zien. We gaan eigenlijk in een soort van seal stretch gaan we erop liggen. Zo, voor je? Ja. En dan krijgen we hier dus borst op. Gaan erop liggen. Let erop dat je niet precies in het midden zit. Je hebt daar een klein bordje en die wil je niet bezeren. Vanuit hier trekken we ons omhoog, we ademen een paar keer en zo zakken we erin. En je zoekt een beetje naar het meest pijnlijke punt, oftewel veel enthousiasme weer om dit te doen. Maar dat gaat er wel voor zorgen dat je makkelijk kan ademhalen. Heb je dat gedaan, dan doe je split squat. Dus we hebben 5 links, 5 rechts. Dus je maakt een uitvalspas, net als een lunge. En we gaan hem eigenlijk naar beneden squat. Dus het begint weer met kont naar achteren en dan gaan we naar beneden. Dus we brengen ons steeds in een 90 graden hoek in de benen. En tenslotte eindigen we met een lat stretch, dus we pakken onze arm recht overhead en dan trekken we hem zo naar de zijkant toe om die spanning erop te zetten. Jij weet het. I know! Dus. Probeer daar even goed op te letten. Blijf goed trekken aan je arm omhoog, anders krijg je die stress ook niet goed in. Veel succes met deze mobility. Oké, voor hier gaan we wat meer werken aan de kuiten en aan de benen als geheel. Dus voor de kuiten gaan we calf raises hebben, dus we gaan eigenlijk steeds op onze tenen staan. We letten erop dat we niet onze voeten in één keer omhoog laten vallen of dat we ze maar naar voren gooien. Het is echt een klein stukje naar voren en dan gelijk alleen maar omhoog zodat je de spanning ook goed krijgt in je kuit. Dat is waar we zoeken. Vervolgens hebben we 15 Bulgarian split squat links, daarna 15 rechts. Dus we gaan een voet op een verhogingje doen achter ons. We zijn weer eigenlijk in die lunge en van daaruit gaan we dus naar beneden zakken en gaan we weer omhoog. En zo proberen we hem eigenlijk gewoon door te pompen. Met de achterste voet kunnen we ook een klein beetje spanning geven. En dan krijgen we net een ander soort squat. En tenslotte hebben we dan 15 dumbbell good morning. Dus we pakken de dumbbell vast voor ons. En van daaruit buigen we dus netjes naar voren toe. En komen we weer terug omhoog. En op deze manier pakken we dus bovenbenen, hamstrings, billen, kuiten ook helemaal aan. Dat is wel een heel groot deel van je posterior chain. Om ook weer te zorgen dat je dus niet te veel zelf gaat zitten de hele dag. Dus veel succes ermee. Oké, voor de bot hebben we 12 minute M-rep. We hebben 20 leg raises. En daarna hebben we 10 dumbbell overhead lunge links en 10 dumbbell overhead lunge rechts. En daarna beginnen we met 20 leg raises. Dus voor de leg raise, we gaan weer volledig liggen. Waar we steeds op letten is knieën volledig gestrekt, tenen bij elkaar. We brengen hem helemaal omhoog en vervolgens brengen we hem weer helemaal omlaag, zodat onze hakken net even de grond aanraken. Nu is het eventueel te moeilijk als variatie, kan je hem nog even lichtjes buigen in de knie, maar blijf onze tenen wel gespitst houden en dan werken we op die manier dus door. We
Vervolgens heb je dumbbell overhead lunge. We hebben de dumbbell dus recht boven ons hoofd. Dan krijgen we die uitvalspas naar voren toe. We maken dus de hele stap, komen naar beneden en we stappen weer bij. We willen dus continu eigenlijk een wat actieve schouder houden. Dus probeer die arm ook door te strekken. Zodat je hem daar ook vast kan houden met minder moeite. Anders ben je de hele tijd aan het pressen. En willen juist dat het eigenlijk gewoon kan leunen op je botstructuren. Dus veel succes met deze bot.